het moment voordat jumping begint. Het is nu 7:10 denk ik, 's ochtends. Een uurtje eruit. Tess is er inmiddels ook uit. Oh, dat is mijn vinger. Oh, daar is ze. Ik ben volgens mij net 10 minuten mijn bed uit. En we zijn even op het balkon aan het ontbijten. En dan gaan we zo meteen naar de paardjes toe. Ja. En nog meer video's maken. Ja. Dus, goedemorgen. Ja. En vandaag. Ja. Komt er iemand met een taart? Misschien zetten we die wel op de film. We hebben alle ontmoetingen met fans de afgelopen dagen niet op de film gezet. Maar komt er iemand met een taart? Volgens mij kwam er ook een Belgische fan. Vandaag? Ja. Dat zal heel cool zijn. Nou, ja. Volgens mij, want ik heb weer ook een handtekening gegeven. Oh, ze was er al. Nou, cool. Ja. Dus wij gaan nog even ontbijten. Het is de boterhammetjes daar. En Alice die probeert nog een hapje te krijgen. En dan gaan wij zo eens even richting de paardjes. En Alice was gisteren jarig. Ja, dat is waar. Alice was gisteren jarig. Naast alle prachtige parcoursen en andere leuke dingen op jumping, hebben we hier natuurlijk ook gewoon mensen die aankomen en hun paard kwijt moeten. Dus dit is het weiland waar normaal gesproken de veunen staan. Daar staan nu alle wagens met trailers. En dan is er nog wel een grappig stukje. En dat is bijna campingachtig. Hier staan dan de wagens die wat langer blijven. En kan je slapen in je vrachtwagen of zo, of in je caravan. Helemaal grappig. Het is nog best groot. Hier staan normaal gesproken de ruinen. Nu dus niet, het is nu even campingterrein. We hebben zelfs een tent, zie ik. Dus hoe leuk is dat? En naast parcoursbouwers en juryleden en dat soort mensen, en dat, zijn er ook gewoon parkeerwachters. Want zonder parkeerwachters wordt het hier natuurlijk gewoon complete chaos. En die zorgen er dan voor dat alles in goede banen geleid wordt hier. En Tessa is lekker met Sterretje bezig. Sterretje kan natuurlijk momenteel even niet zoveel. Dus dan wordt ze een paar keer per dag verwend door Tessa. Gepoetst. En lekker vlechtjes gemaakt. En waarom hebben ze vlechtjes? Door de hitte. Ja, want dan krijgt ze wel hele warme nek van, hè? Ja, en dadelijk ga ik de vlechtjes opnieuw maken en er zin doen. Nou, lekker. Hey, Ster. Dus zo kan jij het hoofd ook een beetje koel houden. Oh, ze gaat heel boos kijken van de camera. De camera is not cool. De jurymeesters, gisteren hebben we het erover gehad. Die zitten daar. Goedemorgen. En hier is het parcours waar de D-ponies Z aan het springen zijn. Het parcours gaat vandaag omlaag in plaats van omhoog. Normaal gesproken beginnen ze laag en dan gaan ze naar hoog. Vandaag is het dus andersom. Ze beginnen bij de Z. En bouwen langzaam omlaag. Ze kunnen de Z-ruiters ook een keertje wat eerder starten. Het is ook wel erg warm. Ze verwachten vandaag 30 graden. Dus dat is best pittig. Nou, aan de andere kant zijn de paarden aan het rijden, zo te zien. Het ziet er ook heel hoog uit, dus dat zou ook wel de zet zijn. En binnenin is losrijden, twee losrijringen hier in het midden en daarachterin. Hier nog even een leuk stukje van een zetpony, die hier over een dubbel heen gaat. En nog een keer, hoppa. Nou, ziet er toch gaaf uit. Nou, voor het filmen sta ik hier op de meest ideale positie zo ongeveer. De zon is daar en daar. Nou, en hier is dus het hele parcours. Dus op zich sta ik hier net zo hoog als de jury ongeveer. Dus ik mag niet mopperen. En daar is ons Kimmetje. Kim! Kim! En toch de 100ste. Laten we aanstaan. Wie kan Kelly nog van de overwinning afhouden in deze rubriek? Combinatie nummer 8. Kim van Geest van Van Geluk en Rikkebaar met NDA. Get mad.
We zijn hier met onze fanclub en dan wel de Hart voor Paarden fanclub van het Instagram account. Ja. En deze lieve dames zijn helemaal uit Utrecht gekomen, geloof ik. Ja, uit Utrecht. Op de fiets ongeveer? Nee. Nee, dat ze hebben hun ouders zo gek gekregen om ze hier af te zetten. En die hebben iets bij zich voor Kim om naar te kijken. En voor Rebecca. Ja, om op te eten. Nee. Nou, laat maar zien. Dat weet ik niet maar. Komt ie, hè? Hoe voorzichtig. Kijk. Voor Kim om naar te kijken en voor Rebecca en de rest om op te eten. Kim start de dag, Jimbikma Sluis, mei 2017, Leanne en Esme. Nou, dit is te leuk. Hier gaan we een foto ook nog van maken. En we gaan natuurlijk deze opeten, want dat is wel heel erg lekker. Zullen we voor jou een appel halen, Kim? Nee. Met alle vrijwilligers die hier werken, met de samenwerking met de vereniging, uiteraard ook